Luiteringsberg. You should limit the number of times you act against your own nature. It is interesting to test your capabilities for a while, but too much can cause damage. Dit tijdperk heeft goden met boonstructuur die naar kots ruiken, demonen die gepijpt willen worden door jongens met emotieregulatiestoornissen. Het aangekoekte kwaad tussen onze tenen, in de kromming van onze oorschelpen. De reiniging dient zich aan. We hebben een aard en we traceren haar contouren. Live through this with me, meisje. Eetstoornisgrapjes, schotelpupillen. Het moment dat je geest boven het bed zweeft, naar beneden kijkt. Geil wordt van zijn lelijkheid, jouw bloeiend jong cinema. Het etteren van de zweren op je hersenen, de bladen op je tong. Alsof je je lichaam tegen een muur smijt om uit te vinden hoe je botten breken. Op welke plekken en vooral wanneer. Welke kleur je kots heeft, van welk materiaal je skelet gemaakt is, of het sterk genoeg is, hiervoor. Live through this with me, meisje. With the most cake. Critics agree that the bulimic turn in the early 2010s was a true teen dream. De onzuiverheid van de zielen van de personen die gestorven zijn in vriendschap met God bestaat onder andere uit een ongezonde gehechtheid tot de schepselen. Hebzucht is een zonde. Gulzigheid is een zonde. Zeven moeders kijken naar zeven dochters, schudden hun hoofden, zeggen dood, zonde. Maandagavond zijn wij de koudste monsters in het oude anatomisch laboratorium. Onze softboy broertjes ontdekken hun prostaat in een oude, helverlichte bioscoopzaal. Wij hebben vissenmanen en leeuwenmanen en we zijn girls of the geist, girls of the astrohype, dus we weten wat dat betekent. Live through this with me, meisje. Het zachte uitsterven dat geduldig afwacht achter de horizon. De muur. Je leert baksteen kennen en in je lichaam ontdek je een leerschool. Het hijgen van de zuivere toekomst in onze nekken. De arbeidscontracten, fancy boodschappen. Kleuren met lage verzadiging. Het vermogen om nee te zeggen. Tegen de teen dream. Het demonenzweet. Het lonkende narratief. Zijn lelijkheid. Voor nu lijkt rotte op bloeien. Ruikt bijna hetzelfde. Voor nu heb ik geen honger meer. Ik heb de hele middag in een bushokje gezeten. Een neorexisch koninkrijk met Jenny Holzer en schepselen. En een Amerikaanse tiener opgekruld in een hoekje als een suburban spook. En zielige zieke ideeën. En een meisje, een girl of the geist. That promised to live through this with me. En roze kots, en amnesia haze, en een muur. Kleine kreeftjes, grote dromen. Er kroop iets achter de bank vandaan. Een trage, schuwe dreiging, als een halfdode mot op mensenmaat. En toen won ik ineens €8000 door op de verkeerde pop-up te klikken. Ik likte aan mijn vingers tot de huid losliet. En likte toen aan wat er onder mijn huid zat. Om mijn hoofd zoemde een zwerm glinsterende pixels. Ik ga terug naar gymnasium Zorgvliet en dit keer ga ik een kreeft worden. Een rode, zelfvoldane kreeft die niet doorheeft. Dat alles wat ze aanraakt met haar achteloze schade een kleine scheut pijn ondergaat. Die niet doorheeft dat ze allang gekookt is, omdat ze anders nog grijs zou zijn. Ik heb al mijn tanden geslepen door een kattenschedel tussen mijn kaken te vermorzelen. Ik heb de kleine brokjes met aioli geserveerd, als borrelhapjes. Oude mannetjes hebben ervan gegeten. Ik heb er een horecaconcept van gemaakt en nu shop ik dat rond. Wie is je doelgroep? Vraagt een marketeer. Alle halfdode motten die nu in concept stores verkocht worden, zeg ik. Ik hinkel van de ene mini-planeet naar de andere. Vanaf nu wil ik alleen nog maar seks hebben met Sims. Ook graag. Voortaan bij elke maaltijd iets rozes eten. En dan het liefst iets van een insect gemaakt. Dank jullie wel.
dankjewel, Maxime Garcia-Diaz, dichter. En zij opende het deze middag. Welkom allemaal. Het is weer tijd voor het Schrijversfeest. Het licht schijnt in mijn gezicht, in mijn ogen, dus ik kan u niet allemaal zien, maar als ik zo'n beetje doe dan wel. Het is weer een feest van herkenning. Wie was er vorig jaar ook bij? Vingers. Oh, kijk, toch wel wat aardig wat mensen. Dus u weet wat het is. We gaan hier vandaag wat schrijvers in het zonnetje zetten. Met de Literatuurprijs van de gemeente Den Haag. En dankzij ook de Jan Campert Stichting. We gaan gevestigde schrijvers eren en we gaan jong talent aanmoedigen. En nou ja, dit is het slot van 4 dagen Writers Unlimited Winternachtenfestival. Dus we hebben 4 dagen gehad, of 3 dagen, van scherpe schrijvers die de geesten slijpen, leuke debatten, dans en muziek. Gisteravond is er tot heel erg laat nog gedanst, dus ik ben benieuwd wie er nog fris bij zit nu. En, maar we gaan er gewoon een heel leuk, vrolijk slot van maken, van Writers Unlimited Winternachten. En daarvoor wil ik als eerste naar voren roepen Aad Meinders, natuurlijk de voorzitter van de Jan Campert Stichting. Geef hem een welkom. Dames en heren, als voorzitter van de Jan Campert Stichting heet ik u allen graag van harte welkom. Een speciaal woord van welkom natuurlijk aan onze laureaten Jan van Aken, Annemarie Estor, Nelleke Noordervliet en Marja Pruis. Ook burgemeester Krikke en wethouder Van Asten heet ik in het bijzonder welkom. We zijn de heer Van Asten dankbaar dat hij bereid is gebleken de prijzen uit te reiken en dat mevrouw Krikke aan Nelleke Noordervliet, ja, verschil moet er zijn, de Constantijn Huygens Prize zal overhandigen. Hun beider betrokkenheid onderstreept het belang dat de gemeente Den Haag hecht aan haar literaire prijzen. En dat is volkomen terecht, want Den Haag is de enige gemeente in Nederland die literaire prijzen toekent met een nationale uitstraling. Dank. De Jan Campert Stichting is zeer ingenomen met de steun van Writers Unlimited, waardoor de prijzen uitgereikt kunnen worden tijdens een waar schrijversfeest dat, zoals u net gehoord heeft, de afsluiting vormt van het internationale literatuurfestival Winternachten. De structurele subsidie van de Jan Campert Stichting is ontoereikend om dit feest te organiseren, maar dankzij een extra bijdrage dit jaar van de gemeente zijn wij gelukkig vanmiddag hier bijeen in dit prachtige theater. En ik hoop dat het niet voor de laatste keer zal zijn en dat de wethouder mogelijkheden ziet dat ook in de toekomst die uitreiking in deze vorm mogelijk te maken. Hij is daartoe ongetwijfeld eerder bereid als de Jan Campert Stichting zelf ook iets extra's inbrengt. Dat zou ik tenminste logisch vinden. En in dat verband roep ik u allen op vriend te worden van de Jan Campert Stichting. Ja, kijk, een feestje is echt veel leuker als je het zelf betaalt. Doe dat nou gewoon allemaal. Het kost minder dan 60 eurocent per week. En ik zou zeggen, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dat is pas een dichtregel die de Jan Campert Prijs verdient. Een heel jaar lang heeft de jury van de Campert Prijzen met de neus in de boeken gezeten. Af en toe kwamen we bijeen om luidkeels van mening te verschillen, maar uiteindelijk werden wij het eens met de 4 prachtige laureaten als resultaat. Ik zeg mijn 8 medejuryleden van harte dank daarvoor. Erika van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuyn, Sarah van Kerschaver, Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit en Carl de Strijker. Of Jan Campert, gesteld dat hij nu zijn poëzie geschreven had, in aanmerking zou komen voor de Jan Campert Prijs, is natuurlijk een wat vreemde vraag. Hoe dat ook zij, de 18 doden vind ik nog altijd een aangrijpend gedicht, genoeg voor de rechtvaardiging van een bestaan. U kent het ongetwijfeld. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal, geen zal de avond zien. O lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust. Eens door de vijand overmand, vond ik geen uur meer rust. Wat kan een man oprecht en trouw nog doen in zulk een tijd. Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
en strijd de ijdele strijd. Zo luiden de eerste twee strofen. Het is in feite een doodsbericht en juist, zoals Harry Scholte, oud-voorzitter van de Jan Campert Stichting, ooit treffend schreef, juist in dat ernstige karakter van laatste woord is het een onontkoombaar appel tot weigering aan de lokroep van de bezetter. Het ontleent daarbij de kracht ook aan zuivere middelen van poëzie en taal. Aan een evenwichtige strofenbouw en een strakke versvorm die de geladenheid mede bepaalt. Aan een sober woordgebruik dat zonder de wapperende kleuren van pathos in alle nood en dood vrijheid en leven oproept in elementaire beelden van lucht en land, van kind en vrouw. Als in 2020 het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt, dan precies 75 jaar geleden, is er een goede aanleiding dit meest verspreide en aansprekendste verzetsgedicht uit de Tweede Wereldoorlog opnieuw onder de aandacht te brengen. Over de wijze waarop dat het beste kan gebeuren, zullen we ons als bestuur van de Jan Campert Stichting het komende jaar gaan beraden. Ik wens u vanmiddag een prachtig schrijversfeest, dat ik eigenlijk ook zie als een lezersfeest. En sinds kort wordt tijdens dit feest de Jonge Campertprijs toegekend. U als publiek mag bepalen wie die eer te beurt valt. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u zo meteen. Het is mij een eer de winnaar van vorig jaar aan te kondigen. Dames en heren, uw aandacht en daverend applaus voor Soumai Yahia. Waar gaan we heen? 7 continenten? Goede, slechte of enigszins geschikte klimaten? Onze koude en warme maatschappijen? Gevormd zijn we door de zon. Veranderen of wel ontwikkelen onze behoeftes en motieven met de tijd of blijven ze zo al eender? Bouwen wij enkel de buitenkant, terwijl de binnenkant natuurlijk stand houdt? Of is onze hele bad onnatuurlijk en dusdanig ook de toekomst? Wat vormt ons oorspronkelijke geweten tegenover de wereld? Zal de technologie beslissend zijn of neemt ze alleen een deel in de cyclus? De waarheid kan misleidend zijn. En zo de weg ernaartoe ook. Vernieuwt niet de tijd het leven? En welke waarde heeft de tijd als het leven eeuwig is? Zoeken we altijd het absolute? Of komt het absoluut nog? Komt het alternatief nog? Zal het absoluut het verborgen gat invullen? Het gat der tevredenheid? Is het leven slechts een spel? Of in vooruitgaan van de ene weg naar de andere? Hoe zou het zijn als het geheim de hele tijd voor ons heeft gestaan, maar dat we verleid werden door de hoop die niet zo doorzichtig is als de vrees? Dank jullie wel. Dankjewel, Soumai Yahia, de winnaar van vorig jaar, zit inmiddels in Maastricht op de internationale school en is speciaal voor ons niet alleen weer naar Den Haag gekomen, heeft ook dit gedicht geschreven. Dankjewel. De Jonge Campertprijs is net al geïntroduceerd en die is, en dat drukte de redactie me op het hart, niet alleen voor het beste gedicht, maar ook voor de student waar de redactie, onder leiding van Jet Stijn, Maarten van de Graaf en Francis Broekhuizen, ziet waar veel ontwikkeling in zit. En veel talent uiteraard. Voordat ik de drie finalisten naar voren roep, wil ik één persoon even een eervolle vermelding meegeven. Volgens mij zit ze in de zaal. Al-Zahra El-Kawafi. Waar zit je? Wil je opstaan? Even een applaus voor haar. Ja, de mensen die er vorig jaar bij waren, die herkennen haar vast. Vorig jaar was ze finaliste, ze deed dit jaar weer mee. Wederom met een heel mooi Engelstalig gedicht. En nou ja, wat de Jonge Campertprijs dus ook doet, ook al win je niet als finalist, ze heeft al opgetreden
op het Haags Uitfestival. En woorden worden zinnen in het paard. En de redactie is ervan overtuigd dat ze nog heel erg ver gaat komen. Nog een keer een applaus voor Elsa Graan. En het was dit jaar heel erg moeilijk voor de redactie om de drie finalisten te kiezen. Die zijn afgelopen vrijdagavond en zaterdagavond gekozen. Dus eergisteren en gisteren. En ze vonden het moeilijk, zeiden ze. Omdat er ongelooflijk veel talent is boven komen drijven. Dankzij, met nadruk, de lessen van Dian van Vaassen van het Haagse Dichtersgilde. Nou, de scholen die hebben meegedaan zijn het Edith Stein College, de Vrije School Dalton Den Haag, ISW Hoogland en de Populier. Als jullie er zijn, ik hoor jullie graag, hè, scholen? Ja. Nou, dat kan veel beter. We gaan zo meteen oefenen. We gaan meteen oefenen, want ik ga de drie van de lessen naar voren roepen. Als eerste, Mirle Wittekoek. Julia Keukens. Noemi Lorenzo. Kom maar lekker dicht bij me staan, dan kan iedereen jullie even goed bewonderen. Hallo. Ja, daar sta je dan, hè? Ja. Op een groot podium met allemaal hele grote, beroemde schrijvers. Hoe voelt dat, Mirle? Ja, heel bijzonder. Ook wel heel spannend. Ja? Ja. Nou, ik heb een beetje over je gelezen. Ik moet even spieken, hoor, want ik ben oud en ik vergeet dingen. Maar je bent 16? Ja, ik ben 16. En wat me opviel is dat je zei dat je schrijft dat je veel meer in de wereld in je hoofd leeft. Ja, dat klopt, ja. Dat is inderdaad zo. En dan schrijf ik dat dus daar ook veel over op. Dus je hebt een hele rijke fantasie. Ja, heel erg. En je hart is ook groter dan je brein? Ja. Klopt. Vertel. Ik voel meer met mijn hart dan met mijn brein. Het is zoals als ik denk dan en beslissingen maak, dan doe ik dat vaak meer vanuit mijn hart, ook al is dat niet altijd slim. Volgens mij ben je dan een hele lieve meid. Ja. Ja, hè? Ja, gevoelig vooral. Gewoon gevoelig. Gevoelig. Ja. Nou, als je die gevoeligheid combineert met lief zijn, dan is dat toch wel perfect. Best, ja, dus. Helemaal ja. Goed. Dank je. Even kijken hoor. Je tweede concurrent, of conculega, Julia. Ja, dat ben ik. Hallo. Je bent van de Vrije School, je bent 16 jaar. Je bent de boekenworm. Ja, ik hou heel erg van lezen. Heel veel van lezen en ook dus van schrijven. Ja, dat doe ik ook heel graag. En ook van gedichten schrijven? Ja. Toen je begon hiermee, had je verwacht dat je vandaag hier zou staan? Nee. Nee? Hoe vind je het? Ja, heel spannend, maar ook heel bijzonder. Oh, heel fijn. Ik ga even voor jullie langs. En dan kom ik hier. Noemi. Hi. Nee, je hoeft niet nu al schor te worden. Straks. Nee. Straks ga je gillen. Even kijken hoor. Even spieken wat voor... Ah, dat was het. Jij hebt meegedaan met de Spot on Young Poets. Ja, vorig jaar. Ja. En? Hij was gaaf. En toen wilde hij niks anders meer. Je dacht, ik doe vandaag dit jaar weer mee. Nou ja, ik vond het zo leuk. Ik dacht, nog een jaartje kan geen kwaad, toch? Nee, ik zou zeggen, gewoon door blijven gaan, toch? Ja. Ja? Ja. Schrijf je altijd gedichten of alleen als het... Nou, ja, vaak als ik gewoon dingen kwijt wil, schrijf ik gedichtjes. Maar ik schrijf ook gewoon normale verhalen. Dus, normale verhalen, ja. Ja. Gewoon echt hoofdstukjes, zeg maar. Ja, en wat vind je leuker? Waar kan je meer in kwijt? Gedichtjes, want die kunnen veel poëtischer zijn. Veel woorden die dus niets betekenen en daardoor toch wel. God, wat een wijsheid allemaal. Zo wijs was ik niet, hoor, toen ik jullie leeftijd had. Ik denk dat we gewoon voor gaan dragen. En daarna komt het allerleukste deel. Maar dat verklap ik nog niet. Begin jij? Ja, ga maar naar voren. Moet ik daar staan? Ja, wat je wilt, ga maar. De geur van zware rook zwiert als wind door de straten. De dodelijke stoffen van gas en sigaretten zijn verslavend. Nee, de nicotine is niet altijd de reden. Sommigen zijn verslaafd aan de dood. Sommigen hebben al te veel geleden. En inhaleren niks meer dan bedorven hoop. En dan de pijnlijke behoefte de bijzonderste kleren aan te trekken. Begeren we mooi te zijn of willen wij onszelf bedekken? Is er misschien niks meer dan een afleiding... Onze huidskleur en de authentieke wij? Af en toe is het moeilijk te leven in deze tijd. Want we bloeden tranen en huilen bloed. We strooien zout in onze wonden, maar we gaan nog goed. Maar ik zal het niet langer toestaan. Want als al het talent in mijn handen valt, dan schilder ik het geluk tussen de grijze wolken. En teken ik de mooiste watervallen die langzaam over onze wangen rollen. Ja, als al het talent in mijn handen valt... Dan schrijf ik gedichten over gelijkheid. En hou ik beelden van kleurloze mensen hand in hand. Want als al het talent in mijn handen valt, dan zal ik de wereld terzijde staan.
En tot dan toe weiger ik te gaan. Dankjewel, Mirle Wittekoek. En dan nu Julia Keukens. Later. Niemand gaat meer dood. Iedereen kan vliegen. We kunnen reizen door de tijd en dieren verstaan. Later. Later leef ik voor altijd. Dan is er geen later meer. Later wordt dan nu. Dagen verdwijnen, jaren vliegen onwetend voorbij. En al die tijd ben ik, samen met jou. Alles blijft hetzelfde. Geen veranderingen meer. Later verdwijnt later. Later, later, later. Zijn wij er voor altijd. Dankjewel, Julia Keukens. En dan Naomi Lorenzo, tot slot. Ik wil weten hoe het voelt. Om lief te hebben vanuit het diepste van je hart. Dat er vlinders fladderen in je buik, hoe dat dan ook voelen mag. Ik wil weten hoe het voelt om zo hard te lachen dat er tranen over je wangen rollen. Je buik pijn doet, je in ademsnood verkeert en er toch van geniet. Ik wil weten hoe het voelt om zo boos te zijn dat er stoom uit je oren komt. Dat je bloed begint te koken en je in je hoofd alleen nog schreeuwen kan. Ik wil weten hoe het voelt om zo verdrietig te zijn dat je mond zout smaakt en je verdrinkt in je eigen tranen. Ik wil zelfs weten hoe het voelt als de moed je in je schoenen zakt. Hoe de meest stekende pijn voelt en de meest ergste haat. Ik wil weten hoe alles voelt, want ik voel helemaal niks. Ik ben slechts een monster van draden. Ja, ik ben heel erg onder de indruk. Geweldig gedaan, dames. En nu komt dus het allerleukste deel. Want het publiek gaat kiezen wie gewonnen heeft. Ik bedoel, we kennen het wel, hè? Jullie hebben alle drie gewonnen. Jullie zijn allemaal hartstikke fantastisch. Maar er moet eentje winnen. En gelukkig mag het publiek dat doen. We gaan het dus doen op basis van de hardheid van het applaus. En achter zit mijn collega, die meet het. En het hardste applaus gaat naar de winnaar. En applaus is ook met handen, voeten, schreeuwen, fluiten. Leef u helemaal uit. Het moet hier trillen. Als we het hier niet voelen trillen, telt het niet mee, akkoord? Oké. Dus even nu hard werken allemaal. Het eerste applaus is voor Mirle Wittekoek. Voor jou. Helemaal goed. Wauw, jullie zijn een goed publiek, zeg. Perfect. Nou, dan gaan we naar de volgende. Julia Keukens, de middelste. En nog één keer tegenaan Naomi Lorenzo. Ik ga even spieken om te kijken wie er het hardste applaus kreeg bij mijn collega. Willen jullie raden of zal ik het zeggen? Zeg maar gewoon. Zeg maar gewoon, je klaar met die ongein. Mirle Wittekoek, van harte gefeliciteerd. Of ben jij Mirle Wittekoek? Nee, de eerste? Zeg ik nou de verkeerde? Mirle, ja. Dit is de oorkonde. Oh, wauw, die is mooi. Ja, die moet je voor eeuwig blijven. En de bloemen natuurlijk horen er ook bij. Super lief. Ja, nee, super lief. Dat heb je helemaal zelf gedaan, hè? Nou, niet helemaal. Wel. Ik heb heel veel hulp gehad van iedereen omheen en zo. Oh, dat moet je niet zeggen. Moet je niet zeggen. Oké. Even nog een keer.
Heb je helemaal zelf gedaan, ja, hè? Helemaal zelf gedaan. Nou, van harte gefeliciteerd. Heel veel support gewoon, de mensen ja. Van mijn vader. Ja, het is je van harte gegund. Dankjewel. En het was een prachtig gezicht. Heel erg bedankt, super lief. Jij bedankt. We gaan ook even iedereen bloemen geven. Romy. Gefeliciteerd. Julia, gefeliciteerd. En cadeautjes. Dankjewel. Cadeautjes. Alsjeblieft, heel erg bedankt. En ik zie jullie straks aan het eind nog even terug. Nog één keer een applaus voor de dames. Goedemiddag, dames en heren. Bedankt voor de uitnodiging. Wat een grote eer dat ik samen met de burgemeester hier de Haagse literatuurprijzen van dit jaar mag uitreiken. En graag wil ik ook de bestuurs- en juryleden van de Jan Campert Stichting en Writers Unlimited voor deze mooie samenwerking bedanken. Den Haag is een van de weinige gemeenten die nog literaire prijzen heeft en daar zijn wij als college ontzettend trots op. Want Den Haag kent een rijkdom van literatuur en letteren. We wonen in een echte literatuurstad, het Literatuurmuseum, Kinderboekenmuseum, Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek hier binnen deze grenzen van onze mooie stad. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over al die bekende Haagse schrijvers die hier geboren zijn, zoals Couperus, Bomans, Bordewijk, Carmichelt, Van Koten, Van Keulen, Nijhoff, Notenboom en Burnie. En zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan. Maar ja, naast deze prachtige schrijvers die mooie werken voor ons hebben geschreven, die instituten die wij hebben, hebben we hier ook nog eens de Haagse Bibliotheek en de Haagse scholen die hier actief zijn. In de literatuur. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse uitreiking van de Boekspot Literatuurprijs. En wij werken samen, bundelen onze krachten en vergroten zo de aandacht voor literatuur en betekenis van deze literaire prijzen. En geraakt worden door literatuur kan op zoveel verschillende manieren. Vlijmscherpe journalistiek die de rauwe onrechtvaardigheid van een gewetenloze bureaucratie blootlegt. Hier werden we afgelopen vrijdag hier op dit podium nog eens aan herinnerd in de Free the World lezing van Madeleine Tien. Maar ook een roman, een gedicht kan net zo treffend zijn, net zo pakkend zijn. En daarom zijn we zo blij dat er zoveel moois geschreven wordt. Laten we dan nu overgaan tot de uitreiking van de eerste prijs van vanmiddag. Dit is de uitreiking van de tweejaarlijkse Jan Greshoff Prijs aan Marja Pruis. U hoorde dat al, voor haar essaybundel En nu genoeg over mij. En ik citeer daarbij even uit het juryrapport. Ik moet je verdienen, schrijft journalist, criticus en schrijver Marja Pruis. Zoals zij voluit en schaamteloos denkt en schrijft, verdient haar ik de Jan Greshoff Prijs. Want het vraagt moed om het essay niet te laten kapen door je beheerste zelf. Zoals het ook intellect vergt om slim en omgeremd te zijn. En ik zou graag Marja Pruis nu op het toneel uitnodigen om haar deze oorkonde uit te reiken. Een applaus. Ik moet eerlijk gezegd even helemaal bijkomen van het lied wat we net hebben gehoord. Het heeft me totaal in de verkeerde stemming gebracht. Wat niet wegneemt dat ik het een ongelooflijk mooie verrassing vind. Maar ik ben er wel even helemaal door in, ik moet weer even mijn vrolijke gezicht opzetten. Ik heb een prijs gewonnen. Toen ik over dit dankwoord nadacht, en dat is best al een tijdje geleden, want ik was gevraagd door de organisatie om het wat eerder aan te leveren. Toen woedde op Twitter een discussie, zoals er natuurlijk altijd wel wat woedt. Toen ging het niet over de Nashville-verklaring. We hadden nog geen idee dat die ons ook nog boven het hoofd hing. Maar was het gewoon die ene voetbalexpert met snor van tv die iets had gezegd over homo's. Daar kwamen heel veel reacties op. Er werd een hashtag in het leven geroepen om de man van repliek te dienen. En zoals dat dan ook wel vaker gaat, er waren ook...